Op de een of andere manier vind ik het maken van maps bijna het leukste wat er op dit moment is in Brawl Stars. Het is gewoon zo nice en je kan zoveel leuke ideeën verzinnen. Het houdt mij niet op. En helemaal nu teleports en jump pads zijn toegevoegd, is het helemaal nice. En daar gaan we vandaag volop gebruik van maken. Want we gaan namelijk Verstoppertje Extreme spelen. We hebben natuurlijk Verstoppertje wel vaker gedaan. Gewoon een map met allemaal bosjes en dan moest je verstoppen. En één iemand moest dan de rest zien te vinden en dan proberen dan iedereen te killen. Dat is best wel lijp, maar het is nog veel lijper geworden. Ik ga namelijk even de kaart erbij pakken waar het om draait. Het is Extreme Verstop, zo heet hij. Ik kon geen Verstoppertje maken omdat dat te lange tekst was. Maar ik zal hem eventjes aan jullie laten zien. Hij is echt heel bruut. Maar voordat ik de hele map laat zien, smash even dat duimpje omhoog. 4000 likes en ik zorg ervoor dat we binnenkort misschien ticketje gaan doen. Alleen dan ticketje extreme. 4000 likes en dan gaan we dat volgende week doen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En mocht je mij willen supporten, dan kan natuurlijk Bouws in de creators. Ja, als je mijn creatorcode Bouws invult, dan help je mij, support je mij een beetje. En Bouws aan mijn kleding, dat kan natuurlijk ook. Link staat in de beschrijving. Super Bouws is trouwens nog maar tijdelijk beschikbaar. Het is een limited edition. Dus mocht je die nog willen kopen, moet je snel zijn. Link staat in de beschrijving. Maar nu even de map die ik heb gemaakt. Zoals jullie zien heb je in het midden 4 teleports. En elke teleport gaat naar een hoekje. Het is tegenovergesteld. Dus blauw en dan kom je daar. Geel, dan kom je hier. Rood, dan kom je hier. En dan denk je, huh, maar dan zit je opgesloten. Maar dat kan. Met die jump pads en zo, dan kan je gesloten delen maken. Dus iedereen spawnt hier in een eigen gedeelte. In een eigen cabine. En dan kan ik kiezen of het die teleport gebruikt of jump pads. En in elke cabine kan je ook weer jumpen. Kijk, als je hier bijvoorbeeld eruit jumpt. Kom je hier weer terecht, moet je die jump nemen. En zo kan je allemaal jumps nemen. Heb je allemaal verschillende locaties. Het is echt ziek nice. Ik vond dit zo'n zieke map. Ik heb hem dus helemaal zelf gemaakt. Laat me even weten in de comments wat jullie hiervan vinden. Maar we gaan hier dus een Verstoppertje in spelen. Ik had al tegen clubgenoot gezegd dat ik zou opnemen. Over 2 minuten dan laat ik iedereen toe. Dus ik kan het alvast in principe klaarzetten. Maar dan ga ik het dan natuurlijk even uitleggen aan iedereen die dan gaat joinen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Maar check ook hoe ziek vet dit eruit ziet als je dit zo ziet. Dit is toch insane? Hoe nice is dit? Dit is echt heel nice. Maar ik zie jullie weer op het moment dat het potje gaat beginnen. Nou, we kunnen ondertussen bijna beginnen. Iedereen is ready. Ja, inderdaad, we beginnen. Oké, dat is nice. Iedereen was trouwens zo echt van, wow, yo, dit is echt heel vet. Ik heb trouwens iedereen 8-bit gemaakt. Dus iedereen moet met 8-bit gaan spelen. Dat is iets meer te doen. Omdat je zoveel jump pads hebt, kan je natuurlijk veel makkelijker ontsnappen. Ik ga trouwens... Oeh, die Maduro. Ik ga trouwens hier die teleport nemen. En dan ga ik achter hem aan. Want door die jump pads is het voor mij moeilijker om iemand te vinden en te killen. Kijk, kijk, kijk. Hier is sowieso een 8-bit. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ik kan wel. Oké, top. Daar heb ik eentje. En dan ga ik hier achter die andere aan. Als hij slim is, is hij er alweer vandoor. Maar ik weet... Oeh, daar is nog eentje. Oh, Maro, die had ik net. Dit is toch geniaal op deze manier minigames spelen. Ik vind het echt geniaal. Oh, nee, en nu is hij net weg. Uh-oh, oké, dit is zonde. Ik ga wel even hier. Ik kan beter eigenlijk rondjes blijven lopen. En zorgen dat ik ze dan uiteindelijk op die manier kan pakken. Dat ik hier een beetje in dit gebied blijf. Maar ik heb geen idee waar hij naartoe is. Oh, hij jumpt nu net weg. Dat is balen. Oeh, daar is eentje. Oh, hier, Milan Pro is hier. Als hij gaat teleporteren, dan is... Ja, nee! Ja, shit. Ik ga achter hem aan, ik ga achter hem aan, ik ga achter hem aan. Kom hier, Milan. Kom hier, Milan. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Maar kijk, daarom heb ik gekozen voor 8-bit als knokken. Want als die knokken ook nog snel waren, dan was het niet te doen voor mij. Maar ik ga eventjes hierheen. En dan ga ik eens kijken of ik hier iemand kan killen. Zit hier iemand? Nee, hier zit niemand. Ik zag hier trouwens de Brawler. Ja, 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 top. Die heb ik nu. En hij kan nu niet teleporteren omdat hij eventjes moet laden. En deze heb ik dan ook. Ja, top. Dan zijn er nu nog 7 over. Het enige probleem waar ik nu trouwens achter kom, is dat ik nu die teleport niet goed heb neergezet. Kijk, je kan hier niet tussendoor. En dat was niet slim. Dan moet ik eigenlijk aanpassen. Want nu kan ik eigenlijk niemand meer killen. Dat is stom, dat is stom. Maar ondertussen gaat iedereen dood door het gif. Oh, dit was echt stom. Dit was echt stom. Oké, dan moet ik eventjes aanpassen. Oké. Oké, ik moet de map even aanpassen en dan gaan we dat zo meteen doen. Want dit is natuurlijk niet te doen. Maar je kan natuurlijk met je super wel eventueel gaten maken. Want anders kan je natuurlijk niet killen. Ik zag dat hier trouwens iemand was. Die is de lul. Ja, sorry James.
Ja, op die manier kan je het natuurlijk wel doen. Maar er zitten hier nog twee. Milan Pro en nog die andere. Ik ben benieuwd of ik... Ze gaan tegelijkertijd dood. Oké, ik moet dat even aanpassen. Maar echt, gewoon deze minigame. Ik vind hem wel echt heel vet. Oké, we gaan het dus even aanpassen. Ik maak hier even een paar nieuwe bosjes. En dan doen we hier ook nog een paar. Dat we in ieder geval hier tussendoor kunnen lopen op het eind. Want dit net ging niet goed. Ja, kijk, dit moesten we hebben. Ja, zo, opslaan. Ik wist niet eens dat dat kon. Je kan het gewoon tijdens het spelen kan je het aanpassen. Oké, top. Het is aangepast. Dan gaan we nu het tweede potje spelen. Oké, let's go. Dan gaan we potje nummer 2. En zoals jullie zien, zit er in het midden. Ja, hebben we nu iets meer ruimte. Dit is wel chill. Ik ben hier met de brawler. En hierboven is nog nergens een boel. Ik denk dat ik een beetje in mijn gebied blijf. En dat is wel het leuke. Maar we hebben nu 2 boels. Dus het is wel moeilijker geworden. Want net waren er 2 mensen natuurlijk als eerste geëindigd. Dus ik dacht, het is leuker om dan nu 2 boels te hebben. Dus dan doen we het op die manier. Oh, donders. Ik ben benieuwd. Ze kunnen in één keer hier injumpen. Ik kan trouwens ook hierheen. Oh nee! Nee! Wat een pech! Wat een pech! No! Echt precies op het moment dat ik die jump neem, precies is die boel daar. Ja, dan had ik misschien beter kunnen blijven. Maar dit vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat je kan toekijken waar iedereen loopt. Ik vind het echt een geniale map. Je hebt hier dus de brawler. Daar heb je Mauro. Waar heb je de andere boel? Shadow zit daar zo. En James. Ze zitten allemaal een beetje in hun eigen gebied. Alleen, oh daar, Milan Pro is daar. Oh, nu. Ja, want eentje kan met teleporteren. Oh, ze gingen... Wat? Ze gingen met z'n drieën Oh, ze teleporteren allemaal. Wat een chaos. Oh, daar is eentje. Oh, hier aan die andere kant ging die net door. Oh, dat... Ik wist dat trouwens niet. Maar die teleport, die blijft dus even staan. En dan kan je dus met meerdere doorheen lopen. Ik vind het geniaal, deze map. Oké, hij teleporteert dus hierheen. Daar is niemand. Hier is... Hij teleporteerde deze kant op. En in beide gevallen is er niemand. Dus hij moet die jump pad nemen. En ze zitten allemaal hier. Ze zitten allemaal aan de linkerkant. Maar dat hebben ze niet helemaal door. Is natuurlijk ook moeilijk om te weten. Tommy Hagens moet uitkijken. En dat is sowieso iets waar je voor uit moet kijken. Die teleports kan je gebruiken. Maar na een tijdje ga je dood. Als je die teleports dan alsnog gebruikt. Oké, James gaat dood. Dan hebben we nog Tommy Hagens. Pamma is daar. En de brawler is daar ook nog. Voor de rest is iedereen dood. Dit is wel echt spannend. En ik heb de map dus. Ik heb hier een doorgang gemaakt hierboven. Ja, je kan nu rondjes lopen hier. En daardoor is het nu haalbaarder. Maar ik denk dat de brawler nu doodgaat. Ja, de brawler gaat dood. En dat betekent dat papa heeft gewonnen. GG naar papa. Oh, ik vind het echt een ziek bazen map. Echt ziek gemaakt van mezelf. Nee, maar we gaan lekker door. Papa heeft gewonnen. En dan mag hij de boel wezen. Let's go, potje nummer 3. En we zijn hier. Oeh, Pamma is daar. Dat is een klein nadeel. Die weet dus dat ik hier zit. Ik ga het hier eventjes afwachten. En dat is trouwens het nadeel. Hij kan in één keer via die teleport komen. Maar ook via die jump. Oh, Mauro en die... We zijn hier nu met z'n drieën. Maar ja, als hij die... Kijk, het is een beetje lastig. Nou, je kan misschien het beste hier zo staan. Als hij via die teleport komt, kan je hier wegjumpen. En als hij via die bovenste jump komt, dan komt hij hier ergens terecht. Maar ik ben nu momenteel met Shadows. Dus we gaan eens kijken of we het hier kunnen overleven. Ik ben benieuwd. En ik vind het ook wel heel leuk bedacht van mezelf dat iedereen een eigen vakje heeft waar die kan beginnen. En je hebt ook verschillende manieren hoe je weer in die vakjes kan komen of eruit kan gaan. Zou ik een risicootje nemen? Ik ga een risicootje nemen. Ik ga de jump nemen. Shadows neemt ook de jump. Dan ben ik benieuwd. Ik ga even hier naar de zijkant. Het scheelt nu wel dat we 1 boel hebben tegen ons. Dus de kans is nu iets groter dat we hem niet tegen gaan komen. Oké, Milan. Oh, daar zijn gewoon... Oh, no, daar is hij gewoon. Uh-oh. Ik moet hier even uitkijken. Ik ben bang dat hij hier ergens heen komt. Er zijn er nog 6. Het is wel een risicootje hoor, om hier langs te gaan. Ik ga eventjes hier zo... Oh, nee. Maak die jump. Ah, ik wou net die jump maken. Dat was net te laat. En nu gaat hij dood. Ja, die gaat daar dood. Er zijn er nog 4 over. Er zijn nog 4 eendbits. Het is sowieso te doen met 1 boel, maar met 2 boels kan je het ook doen. Het is in beide gevallen gewoon nice. Echt, deze map is gewoon perfect voor een verstoppertje. En het leuk... Oh, daar was gewoon iemand. Dat was wel ziek gedaan. Oké, Shadows die gaat nu dood. Ja, helaas. Wel goed geprobeerd, maar het is hem niet gelukt. Het is, kijk, oh, er is iemand doodgegaan door het gif. Dat was niet handig. Want daar moet je natuurlijk ook voor uitkijken, dat je niet doodgaat door het gif. Want als je nu een teleport neemt,
Dan ben je sowieso de lul. Oh, de brawler. Die is de lul. Oké, ik weet niet wie over is, maar degene die nu nog over is, heeft gewonnen. Eigenlijk kan hij tevoorschijn komen, want dat boeit niet meer. maar ik ga wel even kijken, zodat ik zeker weet wie heeft gewonnen. En dan gaan we hierna nog 1 of 2 potjes doen. En dan hopelijk kan ik dan nog een potje winnen. Oh, daar. James heeft gewonnen. GG naar James. Oké, maar we doen nog een paar potjes. En hopelijk kan ik dan een keer winnen. Oké, we hebben weer eventjes overleg gehad. En we hebben nu besloten een andere knokker te doen. Namelijk Bo. Iedereen is nu Bo. Dus met andere woorden, je hebt wat meer zicht. Wat nice is. Maar op deze manier is het natuurlijk makkelijker om de bols te gaan ontwijken. Maar we hebben iets leuks bedacht, want ik heb weer een extra bol geregeld. Oké, we zijn hier nu met allemaal boos. Maar er zijn dus nu 2 bols, omdat het anders niet te doen was voor de bols om de boos te killen. Maar ik denk dat het nu veel langer gaat duren, het potje. Want net met 8-bit ging het redelijk vlotjes. Daar is James. Maar met Bo is het zoveel makkelijker te overleven. Daar is Milan, daar is Milan. Komt hij hier nu naartoe? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Hij gaat naar onder. Oké, dat scheelt. Wij zitten gewoon lekker met z'n 3 hier zo te chillen. En hopen dat hier niemand hier naartoe gaat. Oh, daar is ook nog goed. We zitten hier met z'n allen. Hallo! Langzaam gaan we komen allemaal boos tegen. Maar als hier nu iemand komt, dan ben je wel de lul. Dan moeten we heel snel die teleport gaan nemen. Oh, daar is Milan. Ik ben benieuwd. Oeh, daar is James ook. Wat? Oh, ze killden elkaar per ongeluk gewoon bijna. Dat is niet normaal. Ik ga de rest verraden. Ik ga hierheen en dan ben ik benieuwd of die naar me toe komt. Ik ben benieuwd. Jojo! En sowieso dat ze niet aan deze kant zitten. Dus ik kan die jump maken. Want ze zitten namelijk aan die andere kant. Hoopte ik maar, hè. Maar kijk, dit is het nadeel met Bo's. Bo's zijn eigenlijk te goed in minigames. Omdat... Kijk. Oh, daar is Milan. Ja, en de brawler die gaat er nu aan. En waarom schiet je nu? Dat is niet de bedoeling. Oh, daar ging James met zijn super. Ah, no. Was eigenlijk niet de bedoeling dat iemand zijn super zou gebruiken. Want nu sloopt hij zeg maar de muurtjes en zo. Maar ja, is niet anders. Ik kijk maar eventjes wie gaat winnen dit potje. Oké, Phoenix gaat winnen. Ja, inderdaad. Ik zal trouwens even tegen Milan zeggen dat het niet de bedoeling is om nu nog die super in te zetten. Maar op zich wel een nice potje. Maar Bo, niet te doen. We doen weer even een andere knokker. Oké, voor het laatste potje doen we echt iets super sicks. Nu denken jullie Mortis. Dat is toch niet te doen voor de boel om dan alle Mortissen te killen. Maar we doen het met een speciale challenge. Want de Mortis mag alleen maar bewegen door te hitten. Dus ja, jullie kennen de challenge wel. Niet lopen, alleen maar hitten. En dan moet je proberen de boel te ontwijken. Phoenix, die is de boel. En hij moet dan proberen... alle Mortissen te killen. Ik ben benieuwd of het hem gaat lukken. Ja, gaat uiteindelijk wel lukken als de map natuurlijk heel klein wordt. Maar oh, dit wordt wel echt heel ziek. Ik heb trouwens ook gadgets aangezet. Dat zorgt ervoor dat Mortis 4 seconden lang dubbel zo snel kan herladen. Maar ik kan even hierheen gaan. De Brawler speelt al vals. Je moet niet lopen. Dat mag niet. Je moet gewoon zo bewegen. Je mag niet lopen. Jee! Je mag alleen zo bewegen. Je mag niet lopen. Dat was het hele idee. Volgens mij heeft hij het ondertussen wel door. Ik ga wel even deze jump nemen trouwens ondertussen. Maar dat zorgt ervoor dat het dus veel moeilijker is om te halen. En ik heb nu trouwens wel een extra lange range. Dus dat is chill. Waar zullen we heen? Het enige nadeel is, je bent op het moment dat je hit, ben je volgens mij eventjes zichtbaar. Dus eigenlijk moet je helemaal niet te veel hitten. Eigenlijk als er een bol is, dan moet ik in één keer gaan hitten. Oké, de brawler heeft eindelijk deze jump kunnen maken. Hallo. Yo. Oh nee. Ik zal mijn gadget inzetten. En dan ga ik hier wegwezen. Nee. Gadget weer aanzetten. Nee. Shit. Ik vind het wel geniaal. Want joh, op deze manier is het helemaal moeilijk om die bol te ontwijken. Als hij... Oh, die Maduro. Als hij... wat gaat hij doen? Oh, daar is iemand. Tom, ja. Oh, die had bijna nog die jump kunnen maken. Helaas net te laat. Ik denk dat je het best bij teleports kan zitten. Daarboven zal nog iemand. En ik denk gewoon heel lang blijven in die hokjes aan de zijkanten. Maar op het duur kan je daar niet meer blijven. En dan moet je wel zo'n teleport gebruiken. Maar kijk, omdat je iedereen ziet lopen, ben je gewoon een lul. Op het moment dat je moet eigenlijk zo snel mogelijk naar het midden gaan.
En dan proberen daar te overleven. Maar ik vond het wel echt heel geniaal. Heel geniaal. Shadows gaat er nu helaas aan. Ja, dat is gewoon inderdaad. Als je eenmaal die bol achter je aan hebt, dan heb je geen schijf van kans meer. Maar, oh, er is nog iemand dood gegaan. Mauro heeft gewonnen. GG, Mauro heeft gewonnen. Ja, en nu mag hij de muur kapot maken. Dat maakt niet meer uit. Maar wat een minigame. Laat me even weten in de comments wat jullie vonden van deze minigame. Ik vond het persoonlijk echt geniaal. Maar dat was het voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!